4000 calorieën in één maaltijd. Welke idioot doet dat nou? Ja, vandaag ben ik de idioot die in één maaltijd 4000 calorieën weg gaat werken. En dat doe ik niet zomaar, want ten eerste vonden jullie de kapsalon video waarin ik 2 kapsalon zo snel mogelijk eet blijkbaar hartstikke vet. En ten tweede laat ik jullie zien dat de dingen die je eigenlijk als normaal eten ziet, dat die best hard kunnen optellen in calorieën. Want ik heb het eten al voorbereid en ik heb het volgende meegenomen. We beginnen met een frikandelbroodje en een croissantje. Zou je denken, ja, best normaal toch? Maar kijk. Ik heb alles al ingevoerd, dus je zal de totale calorieën al zien staan. Al het eten wat ik vandaag ga eten in deze ene maaltijd zijn 4009 calorieën in totaal. En zoals je ziet heb ik bij het avondeten ingevoerd, zie je dat het 280 calorieën is. 280 calorieën voor het ene croissantje. En het ene croissantje, dat eet je zo weg normaal gesproken. Dan hebben we ten tweede het frikandelbroodje en die is 315 calorieën. Dus deze twee broodjes zijn in totaal ruim 500 calorieën, bijna 600 zelfs. En je eet het zo weg, dus zo zie je dat dit eigenlijk heel hoog in calorieën is, terwijl je het niet zou verwachten. Dan hebben we als tweede een zak chips. Een zak chips eten de meeste mensen gewoon weg op een avondje als ze thuis zijn, een film kijken, aan Netflix te zijn, gewoon een beetje aan niks te zijn. Je eet rustig een zak chips weg en dan heb je misschien niet helemaal door hoeveel calorieën erin zitten. Het aantal calorieën hangt veel af van een zak, maar dit is een zak van Lay's Super Chips. Smaak ketchup, ja voor de haters die ketchup haten, fuck jullie. Ik vind deze smaak super lekker, dus daarom heb ik deze gepakt. En deze zak is 215 gram. En dat brengt hem op een totaal van 1137 calorieën. Ja, als je niet op je eten let, kan je zomaar 1137 calorieën aan één stuk gewoon wegeten. En je hebt het niet eens door. Dan hebben we als derde een Milka-reep. Wie kent hem nou niet? Een Milka-reep. Hartstikke lekker. Iedereen weet eigenlijk wel dat hij niet zo super goed is. En zo zie je dat deze witte chocoladereep van Milka 532 calorieën bevat. En als je het als een snack op de avond eet, eet je zo'n hele reep weg en er zijn dus zo 35 calorieën die om je oren vliegen. Dan komen we bij de speentjes van Haribo. Het zijn zure snoepjes, maar het hele zakje is gewoon 439 calorieën en dat tikt gewoon hard door. Dan hebben we deze koekjes. Koekjes van Lu. Het zijn, hoeveel koekjes zitten hierin? 12 koekjes zitten erin. Ik heb ingevoerd een hele container van 12 biscuits, dus dat klopt. En dan kom je dus uit op een totaal van 756 calorieën voor dit pak koekjes van Lu. Daar zijn we weer. Frikandelbroodjes opgewarmd. Croissantje heeft pasta erin, zoals je kan zien. Ik heb hier echt heel veel zin in. Ik doe wel even mijn oortjes in, want anders hoor je altijd de muziek van de laptop eroverheen. Dus dat willen we niet hebben. Dan doe ik even mijn oortjes in en ik ga lekker smikkelen. We beginnen de challenge trouwens om 20:20. Hopelijk zie je het. Ja. 20:20, dus ik ben heel benieuwd wanneer we klaar zijn. Nights just don't feel the same. Oh, pack my life inside a car. Hit the button, drive real far. Even checken of ik die wel film trouwens. Het zou zonde zijn als ik alles eet voor niks, hè? Echt lekker zeg. Echt heel lekker. Heel lang geleden dat ik een croissantje heb gehad. Heerlijk. Dus vergeten hoe lekker het was. En nog niet eens vers ook. Met de pasta volgens mij 500 calorieën verder. En we zijn 3 minuten bezig. Best prima. Volgende, warme frikandelbroodje. Cool.
Croissantje en frikandelbroodje. Dan smaakt het goed. Zin in meer. Gelukkig hebben we ook meer. Dus let's go. We zijn 6 minuten bezig. Het is 26. Dus wij gaan deze challenge kapot maken. Ik denk dat we nu overgaan op de Lu-koekjes. Want ik heb hier gewoon zin in. Nieuw pakje. Zoals je ziet zitten er 2 van die dingen van 6 in. We beginnen gewoon met de eerste. Zo lekker, hè? Oh. Na die droogteperiode heb ik zoveel honger opgebouwd dat ik nu gewoon ontiegelijk veel kan eten zonder het daadwerkelijk te forceren. Dus we kunnen nog lekker genieten van het eten, terwijl we snel eten, want het is nu nog gewoon een makkie. Het gaat zo wel zwaar worden, dus dan zullen we wel wat eten moeten forceren. Maar het tempo waarop ik nu eet, dat is gewoon, dat ben ik zelf gewoon die mezelf niet tegenhoudt. Het is nog niet eens forceren om snel te eten, dus dat belooft wel veel goeds voor deze challenge. Helemaal vergeten, ik laat jullie ook een before en after fysiek zien. Ik weet niet of het zo meteen nog licht is, maar je hebt nu alvast, ik hoop met hetzelfde lichtval, maar anders met iets anders lichtval, is maar zo. En dan zie je het verschil hoe je lichaam eruit ziet voor het eten, dus hoe je lichaam er normaal uitziet en hoe je lichaam eruit ziet na 4000 calorieën in een best wel korte tijd. Dus dan kan je mooi het verschil zien hoe je eruit ziet, want ik zal er zo meteen niet zo goed uitzien als ik er net uitzag. Dus ben benieuwd. Eerste stuk van 6 klaar. Geen idee hoeveel calorieën, volgens mij 250 of zo. Tweede laten we even staan voor zo meteen. Puur om wat meer afwisseling te hebben. We beginnen nu aan deze zure snoepjes. Die heb ik echt heel lang naar uitgekeken en ik mag ze eindelijk eten. Heel raar, maar ik ruik altijd aan mijn eten. Ruiken, dat versterkt smaak als je aan het eten bent, want weinig mensen weten dit, maar eten doe je ook met je neus. Dus als je iets lekkers eet wat slecht ruikt, dan zal het ook minder lekker smaken dan als het lekker zou ruiken. En als je nou toch naar deze video aan het kijken bent, scroll even naar beneden en abonneer even op mijn kanaal en laat een duimpje achter als je de video leuk vindt. There's something inside, yeah, there's something inside that brings me back to you, yeah. Now I can't hide it, no, I can't hide it anymore. Calorie challenge, aan het opnemen. Al dat eten, 4000 calorieën. Hoe snel kan ik deze killen? Wat denken jullie? Finished. Voor als je me niet gelooft. Maar ook. Ik zou me ons te boven houden als er niet helemaal camera onder het zure shit zou zitten. Dus zak snoep is klaar. Ik ga even snel naar de wc en dan ben ik zo terug. We zijn weer terug. En ik zit even te twijfelen wat slim is. Want eigenlijk wil ik nu de chips eten, maar ik heb nog
één zout iets, hartig iets. Twee zoete dingen. Dus ik denk dat ik eerst een begin maak aan de Milka. Dan het tweede zakje Luropeet. Dan begin aan de chips en eindig met de Milka of iets in die richting. Dus let's go. Ik voel me nog redelijk goed. Niet echt zin om nog echt te eten, maar op zich ook geen tegenzin. Dus het valt allemaal nog reuze mee. En besef even, 4000 calorieën in één maaltijd is veel, hè. Dat is meer dan de meeste mensen eten op een hele dag. Doe ik even in één maaltijd. Dus blauw duimpje als je de video leuk vindt. Ik zit vol. Laatste van de Milka. Oké, dit is balen. Ik zei net tegen jullie, tenminste dat dacht ik, dat ik om de zoveel tijd even de camera opnieuw aan en uit moest zetten. Omdat die op een gegeven moment vanzelf af gaat sluiten. Want de Sony A6300 heeft door de Europese wetgeving, is die beperkt tot filmen langer dan, volgens internet was het een half uur aan een stuk door. Maar hij was net dus gewoon eerder gestopt met filmen. Dus jullie zagen dat ik een Milka reep pakte en dat was het laatste stukje van de Milka reep. Alleen te viel de camera dus uit, maar als je ziet, heb ik de Milka reep opgegeten. Vervolgens heb ik nog wat uit de chips gegeten. Daar ben ik nu een heel groot eind mee. En ik was net begonnen aan het laatste gedeelte van de koekjes. Ik hoop niet dat hij nog weer uitvalt, zou heel balen zijn. Ik had zelfs wekkers gezet voor 25 minuten om hem weer opnieuw aan en uit te zetten. Maar hij hield dus gewoon minder lang vol. Het is nu meldingen weghalen, want jullie hoeven niet allemaal te zien wat ik op de telefoon krijg. 21 uur 11. Dat betekent dat ik nog 9 minuten heb als ik dit binnen een uur wil doen. Gaan we doen. Don't try this at home. Klaar. Alles op. 21 uur.
21. Zoals je ziet. Oh, dit was geen pretje hoor mensen. 4000 calorieën in een uur tijd, precies een uur tijd. Is pittig. Maar we hebben het gedaan. Eten zit erin. Hoop dat het erin blijft, denk het wel. Maar ik voel al dat ik opgezwollen ben. Dus we gaan even kijken hoe ik er nu uitzie. Dus jullie zien mij bij de shape update. Ontspannen. Flexed. Natuurlijk gaan we geen mega verschil zien, maar je ziet gewoon wel echt dat de buik uitzet van zoveel eten en dat het ook echt niet goed voor je is eigenlijk. Maar het is wel leuk om te doen en daarom hebben we het gedaan. Dus zo komen we eigenlijk aan bij het einde van deze video. Laat een blauw duimpje achter als je deze video leuk vond. Abonneer op mijn kanaal als je nog niet geabonneerd bent. Laat weten wat je nog meer wil zien, wat voor challenges, dingen, informatieve video's. Laat het gewoon weten wat jullie willen zien. En er komen nog heel veel gekke dingen aan. Dus stay tuned en tot de volgende keer. Ik gooide echt mis. Hoe kan je nou misgooien?